Je eigen robot programmeren voor deze leerlingen van het Veurnse VT is dat dagelijkse kost. In Veurne hebben ze al een lange ervaring met deze technologische aanpak. Dat is juist het interessante van Lego-materiaal, dat zij het op een eenvoudige wijze naar de leerlingen kunnen brengen en dat ze plezier vinden in het programmeren, dat ze het leuk gaan vinden. Ze kunnen creatief zijn, ze kunnen problemen oplossen en het wordt eigenlijk aangenaam om ermee te werken. En dat willen wij als technische school benadrukken. Techniek is plezant. De school heeft intussen een ruime collectie high-tech pakketten. Daarmee kunnen de leerlingen hun eigen constructies maken en programmeren. Het is een ideale manier om op een speelse manier kennis op te doen. Basiel, met wat ben je nu bezig? Met het programmeren van de NXT, het robotje. Wat moet die kunnen straks? Ik moet bewijzen dat de robot één omwenteling naar voren rijdt en dan de drie omwentelingen terug naar achter rijdt. Voortaan is iedereen uit het basisonderwijs welkom op de werkvloer. De Lego-studio in het Veurnse VT is de ideale manier om kinderen wegwijs te maken in de techniek. Want onbekend maakt onbemind. Alle leerlingen van het basisonderwijs, van de lagere scholen in de omgeving, net overstijgend, kunnen hier terecht met hun leerkracht om hier les te geven. Onze leerkrachten leiden ze wat op en daarna kunnen zij hier zelf aan de slag. Er hebben al 18 basisscholen toegezegd om mee te werken aan dit initiatief.